Mannen, wat dachten jullie? Elburg, een oude stad, dan ook maar een oude geluidsinstallatie om jullie evenement kenbaar te maken. Ja, vroeger deed Jaap Scholten dat voor een ton voor het Huiken, maar wij doen het voor Elburg, Helleroeland. Egbert, wat vind jij ervan? Ja, het is ouderwets. We zijn een paar weken bezig geweest om te zoeken of die nog aanwezig waren, die horens. Maar uiteindelijk hebben we het gevonden. Een man in Hasselt, die had ze nog in de schuur liggen. Dus we hebben de auto geleend van Hasselt en de spullen op dak. En we gaan ouderwets door de stad om reclame te maken voor Elburg en Helleroeland. En je kunt het goed horen. Ja, 15 februari begint om 12 uur al met een grandioze opening. Daarna de hele middag Rad van Fortuin, veilingen, verlotingen, kleurwedstrijden. En vanaf 9 uur de 80-90 party met Rick van Veldhuizen. Kaarten zijn te koop bij de Primera nog. En bij ons is ook natuurlijk kaarten te koop. Komt alle, het wordt een hele mooie dag. Bij de actie Elburg Helpt Roeland. Locatie Partycentrum De Haas in Elburg. Bij de actie Elburg Helpt Roeland. Locatie Partycentrum De Haas in Elburg. Zien we jou ook op 15 februari bij Partycentrum De Haas. Daar vindt de Loermeelactiedag Elburg Helpt Roeland plaats. In samenwerking met Loermedia. 15 februari in Elburg bij Partycentrum De Haas. De actiedag voor Elburg Helpt Roeland. Fantastische prijzen, een optreden van het Chanticoren. En s'avonds Rick van Veldhuizen met de Prins Classics. Bij de actie Elburg Helpt Roeland. Locatie Partycentrum De Haas in Elburg.